laten we ook weer een cirkeltechniek pakken. En je kan eigenlijk hetzelfde punt. Pak trouwens maar twee cirkeltechnieken, dus dan lijken er heel veel op elkaar in de aanzet. 1, 2. De eerste is 10, waarbij je dus natuurlijk hier meteen weer even naar me toe krijgen, je vinger in zijn hals kan zetten. 1, 2, en dan door te gaan. Dus daarbij, wanneer hij heel erg groot en sterk is, en Justin is dat, en ik krijg niet goed naar beneden, dan kan ik dus door hier naar pressure point, kan ik hem goed naar beneden krijgen. Op, en vastnog, de controle. Zit nog niet hier heel erg dicht tegen 10 aan ligt, is nummer 3. 1, 2, pak een heel ander pressure point, kan hem nu naar beneden hebben, maar 1. Vaak pak ik hier gewoon zijn arm, aan de binnenkant van zijn arm, dus hier dat pressure point, pak dus in zijn arm hier gaan zitten. 1, 2, wordt dat makkelijker. Dus staat hij dus heel groot en sterk. 1, 2, en pak ik hem dus alleen maar vast. Dat wil misschien niet. Ga ik hier pressure pointje pakken. Op, 2, en aanzetten. Dus de cirkeltechnieken lijken op elkaar. Hand eroverheen. 1, inzetten. Het zijn op twee cirkeltechnieken waarbij je het liefst ideaal, waarbij je dus geen pressure points nodig zou hebben, al heel erg laag hebt zitten, want dan kun je gewoon vastpakken en door. Maar nu kom je dus in de situatie waarbij je toch per se een van deze technieken wil doen, maar je hebt het niet heel erg laag gekregen. Nou, bij 3 hier pressure point gaan pakken en bij 10 daar het pressure point gaan pakken. 10 kun je nog gemener maken, maar voordat je het pressure point pakt met een slag, ga je naartoe gaan, dan je hand eromheen het pressure point pakken en dan maak je deze zijn de fotograaf. Ja. Doe maar.